Het klimaat verandert en dat merken we allemaal. Er zijn meer stormen en hittedagen, er is vaker wateroverlast en langdurige droogte. Een biodiverse en klimaatrobuuste tuin vormt een natuurlijke buffer tegen dit alles. Maar een tuin herinrichten met meer aandacht voor het klimaat vereist specifieke kennis en er is natuurlijk ook het kostenplaatje. Daarom willen wij onze inwoners op weg helpen met de inzet van een klimaattuincoach, maar ook financieel een duwtje in de rug geven. We nemen je graag mee voor een blik in enkele tuinen in Lamaken. Klimaatvriendelijke tuin is in eerste instantie gaat het mij dus ook om het leven, dus vogeltjes vooral, want toen ik hier kwam wonen was er niks, alleen maar grasveld en de klimopboom. Of de klimopstruik. En ik denk, ik wil iets voor vogeltjes creëren hier. Dus heb ik struiken geplant, zodat ze beschutting hebben waar ze op de takjes kunnen zitten. En ja, vlinderstruiken ook. Dus voor de vlinder. Als je eenmaal bepaalde vaste planten en struiken hebt geplant, heb je daarna nog maar weinig onderhoud aan. Want de natuur onderhoudt zichzelf wat dat betreft. Je hoeft alleen wat kleine dingen aan te passen en weg te halen. En voor de rest afval van planten, tuinafval, dat wordt weer, ja, het komt weer van pas voor de dieren die laag op de grond leven. Takjes worden weer gebruikt door de vogeltjes voor hun nestjes en zo gaat dat gewoon door. Ja, ik ben destijds toen we het huis kochten een beetje getriggerd, een beetje aangetrokken. Met name toen ik hier kwam door de haag. Bij een gemengde haag zie je ook, en daar kun je opzoeken hoeveel leven in zo'n gemengde haag zit. Iedere haagsoort heeft zijn eigen biotoop op zich. Vandaar is het belangrijk om niet één soort te planten, maar verschillende soorten, waardoor dat je eigenlijk een soort leven creëert voor het klein leven en het grotere leven, de vogels bijvoorbeeld. Bijen zijn enorm belangrijk voor ons, omdat ze onze landbouwgewassen bestuiven. Jammer genoeg hebben ze het de laatste jaren heel moeilijk. Om hier iets aan te doen, organiseert de gemeente ieder jaar een bloemenzaadactie. Inwoners kunnen dan gratis bloemenzaad bestellen. Het resultaat is een mooie, kleurrijke bloemenweide met bijen en vlinders. Ik kwam me ter oren dat die mogelijkheid er was, dat als je hoogstambomen, fruitbomen met name, maar ook een gemengde haag, dat je daar subsidie voor krijgt. Ik heb voor deze tuin ongeveer een 450 tot bijna 500 euro aan subsidie ontvangen van de gemeente. Meer info over deze acties en premies vind je op onze website.